Een gepocheerd eitje met een truffelsausje. Gaan we doen? Gewoon de eieren, zoals ik ze hier toon. Rauwe eieren in de schaal. Gaan we in onze stoomoven steken. 1 uur op 60 graden. Zo, onze eitjes zitten in de stoomoven. Nu gaan we de botersaus maken. Dus een botersaus op basis van truffel. Wat hebben wij nodig? Truffeljus. Klein beetje room. Beetje sherryazijn. Dus als het kookt, klontjes boter. Beetje per beetje klontjes boter erbij. Om dus echt een truffelsaus, een botersaus te creëren. Vervolgens een lepeltje truffelbrezure. Als de boter gesmolten is, de eerste klontjes zijn gesmolten, dan gaan we mixen. Terug koken. En vervolgens weer een klontje boter erbij. Vervolgens peper en zout erbij, naar eigen smaak, uiteraard. Nog even mixen. En onze saus is klaar. Wil je nu een botersaus die dik is, dan moet je die gewoon even laten inkoken. Hoe langer ze inkookt, hoe dikker ze wordt. Maar uiteraard, pas op, als ze niet te dik wordt, anders wordt ze zeer vettig. En als ze te vet is, moet je er natuurlijk een vloeistof bij doen, ofwel water, ofwel truffeljus. Onze eitjes zijn klaar. Ik breek ze gewoon even op een bord apart. Vervolgens, ik ga een klein beetje compotten van ajuin om het weer het zoet-zure te creëren. Het compotten van je ajuin is gewoon versnipperde ajuin, sueren in olijfolie, suiker erop, klein beetje water laten uitkoken zodat ze volledig geconfijt zijn en dat ze dus zoet zijn. Peper en zout natuurlijk, vervolgens eigen smaak. Zo, dan heb je een compotten van ui. Daarop komt ons gepocheerd eitje. Vervolgens onze truffelsaus. Die mag je er mooi over naperen. We gaan dit afwerken met gefrituurde ajuin en gedroogd spek. En op het laatste nog een klein beetje truffel. Ziezo, een ideaal wintergerechtje tijdens de truffelperiode. Ik zou zeggen, probeer het thuis ook maar eens.